Het bijhouden van een dagboek heeft veel voordelen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Het online penzoo is hiervoor een mooie tool met een gratis versie. In twee houttools hebben we bekeken hoe je je dagboek maakt. In deze laatste bekijken we onder andere hoe je je dagboek kunt delen. Als je een tweede bericht wilt toevoegen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dag, kies je New Entry. Ook hier geef je een titel en kun je tekst en afbeeldingen toevoegen zoals in de vorige houttool getoond. Onderin kun je bladeren. Via de knoppen bovenaan kun je nog een aantal tools gebruiken. Hiermee kun je een aantal standaard citaten toevoegen in het Engels. En zo kun je een andere laten verschijnen. Verder kun je ze niet wijzigen, dus alleen als ze toevallig van toepassing zijn kun je ze gebruiken, of wellicht als inspiratiebron. Door nogmaals op de knop te klikken verwijder je het citaat. Met de Zandloper kun je dit dagboek op een later tijdstip naar jezelf laten versturen. Dat kan bijvoorbeeld na een jaar zijn. Tags kun je alleen toevoegen in de Pro-versie. Ook het terugzetten van eerdere versies kun je alleen als je een Pro-account hebt. En ook een zen Zenmode inschakelen, waarbij je je alleen kunt focussen op je tekst, is in die Pro-versie beschikbaar. Via de puntjes kun je delen, printen en verwijderen. Want exporteren kan alleen. Inderdaad. We kijken naar de delen. Dat kan via een e-mailadres, maar dan moet ook de ontvanger een Penzu-account hebben. Je kunt wel altijd delen via een public link. Die kun je dan wel eventueel per e-mail versturen. Je genereert een link en kunt deze kopiëren. Als je deze in een nieuw tabblad plakt, kun je het betreffende dagboek bekijken. Ik heb dat ook bij het vorige bericht gedaan met de hyperlink. Je ziet dat deze hier is te gebruiken. Via het hangslotje kun je Autolock uitschakelen, zodat je geen wachtwoord meer hoeft in te voeren. Door op deze pijl te klikken kun je naar de homepagina van het betreffende dagboek. Hier kun je Autolock weer inschakelen. Zo krijg je een overzicht van al je berichten uit je dagboek. Via je accountnaam. Kun je naar je accountinstellingen, waar je bijvoorbeeld je wachtwoord kunt wijzigen? En kijk ook even naar deze opties. Als je dit niet wilt, haal dan één vindje of beide vindjes weg. Vergeet niet op te slaan. En als je er echt genoeg van hebt, kun je hier je account verwijderen. Tot zover deze how-to's over het schrijven van een online dagboek met Penzo.